Hoi allemaal! Hoi! Voor onze slijmmarathon willen we vandaag een slijmcreatie video gaan maken, een regenboog. Wat gaan we hiervoor gebruiken? Nou, we hadden gedacht aan scheerschuim, een witte lijm in dit geval, want onze doorzichtige lijm is op. Slimmereus wasmiddel, maar misschien dat we tijdens het maken besluiten om toch lenzenvloeistof te gebruiken. Maar in ieder geval zijn dit wat producten die wij nu in gedachten hebben. Gouden glitters en voedselkleurstof en lichtgewicht klei van Hema. We gaan eerst de basis maken. En dit is lijm van het merk Scola en dat heb ik gekocht in Engeland. En we hebben eerder slijm daarmee gemaakt en nou, die doet het heel goed, hè? Ja. Zo, lekker veel meteen. Ja. En dat gaat zij nu kleuren met voedselkleurstof. Ja. 4 druppels blauw, 1 druppel groen. En waarom wil je dan nu weer met je handen mengen? Omdat het leuk is. Ja, met die doorzichtige lijm zag je meteen wat het deed als je dan een druppeltje lijm op de kleurstof gooide. Ja, en dit is witte lijm, dus dat is toch weer anders. Ik hoop dat het net zo'n mooi resultaat geeft als de jaarwisseling slijm die we hebben gemaakt. Het slijm moet ik zeggen. Kijk hoe mooi. Ja, zeker mooi. Want het moet een blauwe lucht voorstellen waar we dan straks de regenboog op maken. En ik heb al onder de video van, het jaarwisselingsslijm las ik heel vaak van waarom hebben jullie 2018 gemaakt? Nou, de bedoeling was dat 2018 dan weggaat, dat wordt gemengd en dan zie je wat tevoorschijn komt. Dat is wat we op het bord geschilderd hadden. En dat is dan, oh, dat is de dop van wasmiddel en dat is 2019. Maar ik geloof dat dat niet helemaal door is gekomen, die boodschap. Mag ik? Ja, ga je gang. Maar het was wel mooi slijm. En hopelijk wordt deze net zo mooi. Oh, ik heb echt gemist om met die witte lijmslijm te maken. Lekker kliederen. Oh, dit is koud. Nou. Dit is dan zo'n moment waarop ik vraag, komt het goed? Ja. Ik ben heel even gestopt met filmen om een bakje te zoeken om het slijm in te bewaren. Nou, ik denk 1 minuutje nog ineens weg geweest en ik kom terug en het is slijm. En je hebt er geen wasmiddel meer bij gedaan? Nee. Alleen gewoon heel goed gekneed? Ja. Ongelooflijk. Ja, want ik denk voor de regenboog is dit te veel. Want als we straks gaan mengen, dan overheerst dit. En dan zie je geen mooie kleurtjes. Dus misschien de helft ervan af zo meteen? Ja. Nou, we kijken. Het is heel dik. We hebben de helft ervan afgehaald en dan wordt dit de basis, de lucht van de regenboog. Ik denk als we dit nu wegzetten dat het vanzelf, ja, hoe zeg je dat, vanzelf uitzakt omdat het slijm is. Dus dat het dan gewoon de schaal gaat vullen. Mooi. Ik twijfel een beetje of we 1 potje of 2 potjes gaan gebruiken. We kunnen altijd meer slijm maken. Ja. En wat Wat wil je gebruiken om het te activeren? Gewoon wasmiddel. Meer nodig, daar. Dat is het laatste, hè? Ja, als het op is, is het op. Ja, hoe kan dat? Van? Van die voedselkleurstof. Ja, dat zit aan je handen. Je kan gewoon gaan mengen, dat zit aan je handen. Ik heb dat nu pas door. Ja, het zit er over 2 dagen nog. Dan weet je dat er vast. Oh, het gaat er wel in. Oh, oké. Nee. Maakt niet uit. Zal ik toch? Ja, wel. Want hier gaan we die andere kleurtjes mee aanmaken. Zal ik even een spaatel pakken? Nee. Ja. Het wordt toch in klei gemengd. Dat zie je niet. We gaan niet in wit mengen of zo. Alsjeblieft. Ja, oké. Ik denk wel dat je gelijk hebt. Dat die andere er ook bij moet. Het is heel lichtgroen slijm geworden. Maar mijn handen zijn wel schoon. Ja, dat weet ik ook meteen. Hoe we voedselkleurstof meteen van je hand af kan halen. Ja. En dan doen we deze ook maar. En dit is in onze slijmmarathon van 7 dagen achter elkaar slijmvideo's plaatsen. Is dit dan waarschijnlijk nummer 6. 6? Nou, mochten jullie de andere gemist hebben, dat zou kunnen. In de beschrijving onder deze video vind je een link. We zijn begonnen met sneeuwpop. Toen de slijmsmoothie. Mijn zus Insta. Instagram bepaald. Oud en nieuw. Oud en nieuw slijm. Jaarwisseling. Slijm. En dan deze nu. En dan deze. En dan, oh, jij hebt ook kleurstof op je handen. En dan tussendoor nog de slijmflip. Oh ja. Die hebben we ook dat nog. Komt ook op 6 uit. Ja. Die plaats ik voordat ik deze plaats. Ja. Deze is ook bijna klaar. Kijk het verschil in kleur. Dit is dus de hele lichtgroene. En die is een beetje lila vanwege het wasmiddel. De kleur van het wasmiddel. Mijn handen zijn wel schoon geworden. Ja, handen zijn wel schoon. We hebben alle kleuren op paars na. Dus we gaan proberen om zelf paars te maken. Door roze en blauw te mengen. En als het nou geen succes is, dan gaan we gewoon roze gebruiken. Maar, ja, goed mengen. Volgens mij wordt dat wel mooi paars. Ja. Maar we hebben niet genoeg alleen, denk ik. Ofwel, nou ja, het maakt het niet uit. We hebben gewoon een... Wat is dit goed te mengen, hè? Dat had ik helemaal niet verwacht. Kijk hoe mooi. Ja, hoeveel zit er in zo'n bakje? Ongeveer evenveel. Maar het wordt ook minder lang, hè? Ja, en anders wordt het gewoon een wat dunner streepje. Ja, perfect. Voor onze jaarwisseling video hebben we het klei niet gemengd met slijm. Dat gaan we nu wel doen, want dat is volgens mij makkelijker mengen aan het einde van de video, hè? Ja. En voor rood is een overheersende kleur, dus dan gebruiken we het groenige slijm. Ja. Dat is nu ingepakt. Er zijn nog wat glitters op het bord, maar dat is niet erg. Een beetje glitters er doorheen mag wel. Misschien gaan we toch meer glitters toevoegen. Is deze klaar of moet er meer bij? Deze is perfect. En voor dat oranje kleurtje moet je denk ik dat witte slijm gebruiken. Ja, is goed. Omdat die vrij licht is. Deze is ook klaar. Dit bootslijm is allemaal heel goed. Geel, ook maar wit erbij. Althans niet dat groene. Mijn moeder gaat de eerste doen. Het voelt echt heel lekker. Nee. Perfect boterslijm dit. Nou, als je die klei alleen al zonder slijm kneedt, is dat fijn. Even kijken hoor, we moeten goed opletten. Want we gaan 6 kleuren gaan we doen. Dus we moeten wel ruimte hebben. We doen dit ook maar voor het eerst. Dus een beetje spannend is het wel. Even kijken. Hoe groot gaan we maken? Ik vind het spannend. Probeer een beetje de kom te volgen. Kijk, hier gaat het mis. Heel erg jammer dit. Kijken of ik dit nog een beetje kan repareren. Perfectionistisch. Nee hoor. Kom je erbij. En dan gaan we nu verder met oranje. Nee, gaat goed. Nee. Gosh. Nee, man. Ja, dit is toch lastiger dan we dachten. Je had hem ook niet zo lang en breed moeten maken. En mijn dochter vindt het spannend om het nu opnieuw te doen. Dus ze zegt, doe jij het maar. Ik hoop dat mij gaat lukken. Want je zal zien dat het mij ook niet lukt om... We moeten gewoon wat minder kritisch zijn. Gewoon hup. Een dingetje er langs en klaar. En dan heel veel glitters erbovenop. En dan ziet niemand meer wat er is gebeurd, toch? Ja. Ik ga gewoon verder. Nee! Verder goed? Rood, oranje, geel. Wil jij verder? Ja. Doe anders gewoon in stukjes. Ja, is goed. Dus eerst de ene helft. Dat is makkelijker, denk ik. Ja, zie je? En dan plak je de andere helft er gewoon aan vast. Het zakt toch wel in elkaar. Kijk, dat gaat goed. Rood, oranje, geel. Nu komt groen. Het wordt een steeds kleiner boogje. En nog een stukje rechts. Dit doet me echt denken aan K3. K3? Ja, zeker. Regenboogjurkjes van K3. Daar hebben we ook nog ergens 3 van in huis. Nee, echt? 2. 2 jurkjes. Ik dacht 1. Nee, 2. Die heeft mijn zusje laatst aangehad. Ja, klopt. Nee, ik heb er 2. Heel mooi. Nou, we kunnen proberen om nog een heel klein beetje extra versiering toe te voegen. Dus dit kan op het oranje. En dat deden we ook met die cijfers, weet je wel? Ja. Van 2018. Dat maakte het net weer even wat... ja. Leuker, wat feestelijker. Leuker, wat feestelijker. En dan doen we zo meteen nog scheerschuim hier beneden. Voor links de wolken en rechts als wolkjes. En dan mag jij alles door elkaar gaan mengen. Jee. Dit is onze regenboog geworden. Nu komt er een wolkje links, is rechts. Dat komt omdat we hem ondersteboven houden, hè? Ja, klopt. Hij doet het beter als je hem rechtop houdt. En dan ook nog een wolkje links. Denk je dat het genoeg is? Daar nog een beetje? Het is veel te veel! Ziet er wel mooi uit. Toch maar een beetje scheerschuim weggehaald. Oh, het zijn roze glittertjes. We dachten, doe nog wat witte glittertjes op de wolken. Maar dat zijn hele kleine roze sterretjes, zie ik. Maar wel mooi. Ja, en dan hadden we nog de pot met goud, hè? Oh ja. Want ze zeggen dat aan het einde van de regenboog is dan een pot met goud. Wat zullen we doen? Of gewoon hier... Nee. Huh? Of niet gebruiken. Oh, zo moet dit. Wel of niet gebruiken. Er zit hier al goud, dus het hoeft eigenlijk niet. Zullen we hem zo laten? Ja. Oké. Okay. Ja, hoe langer het kneedt, hoe meer de kleuren gaan mengen tot één kleur, hoe minder mooi het wordt. Het wordt een beetje roze. Ja, meestal wordt iets paars of grijzig. Dit valt me mee. Maar het was net echt prachtig met al die streepjes. Vond je niet? Ja. Het is heel hard. Weg is de mooie regenboog. Nou, lieve kijkers, we gaan nu toch maar afsluiten, want dit is denk ik wel de uiteindelijke kleur. Ik hoop dat jullie dit weer een leuke video vonden. Voor nu. Bedankt weer voor het kijken en tot de volgende keer. Dag! Dag.